Het doel van de injecteur is de brandstof die toekomt in de cilinder heel fijn te vernevelen. Dat is zijn hoofdtaak. Het is een gecompliceerd onderdeel. Dat wil zeggen, het is deel mechanisch en deel elektronisch. Het wordt elektronisch gestuurd door de eenheid die op de motor bevestigd is. En het wordt gevoed door een hoge drukpomp. We moeten de onderhoud doen omdat we zeker moeten zijn dat onze uitstoot beneden de zekere normen blijft. En ook de slijtage geeft een verhoogde uitstoot. Daarom moet men op rond de 400.000 kilometer zeker onderhouden worden. Het is een gecompliceerde, hele fijne techniek die moet... die moet gebeuren ergens in een lokaal dat er geen stof aanwezig is en dat heel proper te werk moet gegaan worden. De verschillende stappen van onderhouden zijn: de filters moeten op tijd gereinigd worden van het brandstofsysteem en ook op een zekere kilometer aantal moet de revisie gebeuren van de injector plus de hoge drukpomp. Voor het reinigen van de injector, dat gebeurt in een ultrasoonbad. Dat wil zeggen, met de radiogolven gebeurt dat. Voor eerst wordt hem extern gereinigd en dan wordt hem gedemonteerd en dan wordt hem intern ook nog eens volledig gereinigd. Het verleden jaar hebben we ongeveer 400 injecteuren gereviseerd en ongeveer 150 hoge drukpompen. Maar dat zal in de toekomst al toenemen. Waarom? Omdat de bussen meer kilometers binnen hebben. En dan, ja, dan gaat er meer onderhoud moeten gebeuren. Hè. De vaststellingen van een slechte injecteur in een bus, dat wil zeggen, ten eerste de chauffeur gaat op zijn display een ding krijgen van EDC, dat er een probleem is, een oranje lamp. En ook de motor gaat minder goede verbranding hebben, hij gaat meer uitstoot hebben en hij gaat, hij gaat niet werken zoals het moet. Meer verbruiken en minder kracht leveren.